Maar bij onze tafel hebben we ook zitten Marcus Stam en Ivo Rovers. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Jullie zijn van het bedrijf Briljant Breda, welke weer een initiatief is van de stichting Starterslift. Nou, ons idee is een beetje geworden, als je bij Starterslift zit, dan moet je wel een bijzonder idee hebben bedacht. En in dit geval heeft het alles te maken met narrowcasting. Marco, hoe zit dat precies? Ja, narrowcasting klinkt een beetje eng, maar we hebben wel een heel bijzonder idee. En het bijzondere idee is echt uniek en dat wordt weer opgeborreld vanuit het Brabantse, vanuit Breda. En daar gaan we een nieuwe oefening neerzetten met elkaar. Dus dat maakt het heel bijzonder. En Starterslift heeft ons opgepikt en heeft gezegd, jullie zijn heel aardig bezig en we gaan jullie wat support geven. Maar wat gaan jullie doen? Ja. Nou, misschien mag ik het woord geven in Ivo, om dat goed uit te leggen. Het is denk ik het eenvoudigste uit te leggen. We gaan in Breda, om te beginnen gaan we alle interessante locaties waar veel bezoekers komen, zowel van binnen als buiten de stad, die gaan we voorzien van schermen, van klein tot groot. TV-schermen. Ook andere audiovisuele apparatuur, zoals touchscreen toepassingen, holografisch het een en het ander. Die gaan we voorzien van relevante informatie voor de stad Breda. Wat is er allemaal in de stad Breda te doen op het gebied van evenementen? Wat doet NAC de laatste wedstrijden? Open dagen bij hogescholen. Het laatste nieuws, niet alleen internationaal, maar juist weer de focus op Breda. Mm-hmm. We beginnen dus in Breda. En de bedoeling is, daar zijn we inmiddels al druk mee doende, om ook andere steden in Brabant te voorzien van hetzelfde concept. Omdat het concept redelijk eenvoudig kopieerbaar is in andere steden. Dan zei ik het communiceren met die bewoner of met die bezoeker van Breda als hij onderweg is. Want het is niet om thuis proberen te bereiken, want dan kun je natuurlijk de broadcastkanalen erin schakelen. Maar juist als hij onderweg is. Ja, wij zoeken de drukke plekken in Breda. Ja. In en om Breda, waar dus theater, voetbalclub. Theater, voetbalclub, gemeente, invalswegen, de grote markt, station, et cetera. Daar komen veel mensen. Mm-hmm. En we proberen die mensen met ons kanaal te boeien. Met boeiende content, relevante content. En we proberen daar te laten zien hoe leuk en spannend de stad Breda is. En wat we in Breda aan het neerzetten zijn, proberen we dus ook in andere steden te gaan. Maar nou gaan die partijen die gaan als het ware dan samenwerken. Klopt. Normaal hebben ze hun eigen reclamebudget. Dan zeggen ze, nou ik wil daar adverteren. Maar nou komen ze allemaal op één plek terecht. Ja. Ik denk dat het beste de Hogeschool in Breda als voorbeeld kan nemen. Hogeschool in Breda, toch eigenlijk een van de pijlers van de stad Breda. Heel veel studenten die daar studeren. En wat tot voorheen eigenlijk een beetje het probleem was, is dat de student vanaf het NS-station in de bus stapte, richting de hogescholen ging. Daar studeerde, of in ieder geval dat hoopte men. Terug in de bus, naar het station niks van de stad Breda zag. Vergeet je niet de kroeg? Of de kroeg zit er ook nog tussen. Winkelen, de dames. Ja, in ieder geval. Wat wij eigenlijk doen, is een stukje Breda binnenhalen op die hogescholen. Niet alleen de stad Breda, maar je moet ook denken aan uitzendbureaus die vacatures specifiek richting de NATV, wat toch meer een toeristische opleiding is, of richting de Avans Hogeschool, wat meer een economische opleiding is, die vacatures kunnen aanbieden. Zo proberen we relevante boodschappen richting, in dit geval, de studenten aan te bieden. Maar jullie zijn erin geslaagd om het ook technisch heel gedifferentieerd te maken. Klopt. Onze technologiepartner is in deze KPN. KPN ondersteunt ons op technisch gebied. Eigenlijk alles wat Marco en ik beloven, dat maakt KPN waar. Ja. Dat is ook gevaarlijk. Nou, tot nu toe gaat het nog goed. Dus heel praktisch. Jullie beloven niet veel. Wat zei? Jullie beloven. Nee. We doen ons best om niet al te veel te beloven. Maar. Ja. Nee, elke organisatie kan eigenlijk door middel van internet zelf het een en ander beheren. Door middel van de KPN-toepassing. Oké, maar even alles bij elkaar. Jullie regelen dus zeg maar de partijen. Jullie zorgen dat alles bij elkaar komt. Technisch ook nog geregeld, dus dat hele plaatje ligt bij jullie. Ja, klopt. Exact. En nou nog zien dat het in de rest van de regio's ook nog komt. Ja, klopt. Ja. 18 juni, dat mag ik denk ik wel noemen, gaan we ook in Roosendaal gaan we beginnen. Briljant Roosendaal. Met eigenlijk dezelfde partijen als in Breda. Zoals een RBC, zoals een gemeente, zoals een VVV, Rosada, NS-station. Dat is eigenlijk het interessante aan het project. Mede dankzij Starterslift. Klopt. Toch een leuk initiatief. Ja. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel.